Kijkers, de tweejarige peuter Itamar Maxwell is in de vroege ochtend van maandag 11 juni bij een woningbrand aan de Oanestraat om het leven gekomen. Twee woningen op voorgenoemd adres zijn getroffen. De moeder van de tweejarige peuter kon slechts zichzelf en 5 andere kinderen in veiligheid brengen. Itamar kon ze niet meer redden, waardoor het jongetje omkwam in de Vlammenzee. De moeder liep zelf brandverwondingen op. Het gezin is bij familie opgevangen, maar zij zoeken nu al naar een onderdak om gelijk na de begrafenisplechtigheden hun leven voort te zetten, herenigd onder eigen dak. Dat zal dit gezin, naar mijn mening, beter op weg helpen om het verlies te verwerken. Wij brengen de volgende samenstelling in beeld. Mevrouw, u bent de eigenares van dit huis, tenminste. U bent de bewoner van dit huis. Wat is er precies gebeurd? Het was 1:30 in de ochtend. Wel, ik weet niet hoe ik wakker ben geworden, maar die twee zonen van mijn oudste van 10 jaar en die ene van 6 is me komen roepen. Ik ben geschrokken, ik ben in de voorzaal gekomen. Ik zag brand in mijn voorzaal, net hier. Toch? Ik ben weer in de kamer gegaan. Ik heb dat venster opengemaakt. Ik heb gezegd, komen jullie? Mijn oudste zoon heb ik gestuurd om een buurman van achterin te roepen. En hij heet Ivan Ver. Oké, ik heb je allemaal naar buiten, dus via de venster naar buiten gegooid. Uit paniek. Mijn bon denk waardoor. Dus ik misreef bron toe. Ik heb een schrammetje ook hier gehad. Ik heb de baby afgestaan naar Ivan Ver. Maar er was zoveel rook in het huis. Ik ben bij mijn moeder, ik viel dat mijn bos steek. Ik zag mijn zoontje van 2 jaar. Hij heeft niet eens mama gezegd, niets heeft hij gezegd. Maar als hij wat had gezegd, ik zeg het u eerlijk, God kent mijn hart. Ik ben ook moeder, u bent ook moeder. Toch? Mijn boy heeft mijn ching, ik zou hem graag helpen. Wie is nou mijn big wissel, ik ben best maar voor bij redden ding, zou ik het graag voor ze doen. Wat is er precies gebeurd? Hoe is de brand ontstaan? Nou, ik weet zelf niet. Ik zeg, God daarboven, hij ziet alles. Wie is olibis managron tapu? Van we doen zijn we leven, we doen trouwen ogri. Maar wat gaat er daar nog toe? Hij ziet alles. Hij weet wat is ontstaan. Het is al over in gaan, mijn jongen is weg. Het is zielig voor me. Maar, am go zoeken de bakape en de dekmoto. Am go zoeken, hij moet het zoeken. Als maar die doet, of vieri. Ik zeg, geen harde woorden, meneer tak nou een biggie takkie, maar ik zeg, God daarboven, ik laat alles in zijn handen, hij zal zijn werk beter doen. Toen u ontdekt hebt dat er brand was, waar is het begonnen? Echt, ik kan het niet verklappen, maar ik heb vuur in de voorzaal gezien. Het moment dat ik mijn voorzaal op mijn kamervenster heb opengemaakt, meneer zei, papa, ja, doe ik in mijn camera, mevrouw. Ik weet het niet. Anders zou ik mijn zoontje van 2 jaar redden. Ik zou hem redden. Ik zou hem echt redden. Waar was uw zoon? Waar lag hij? Hij lag bij mij in de kamer. Hij heeft bij mij geslapen. Die ene alleen Shifaro, die wordt 8 jaar van de maand. Hij was in de voorzaal. En je hebt ook eentje Cyrano. Hij heeft me gezegd, mama, want ik heb een hond, hè. Hij heeft me gezegd, mama, ik heb 2 mensen gezien. Eentje met zwart-wit, eentje had helemaal wit aan. Die persoon was met de aansteker. Ik heb gezegd, heb je goed gegeven? Ze is die man aan de overkant met zijn vrouw. Ik heb ze met mijn ogen gezien, mama. Die jongen blijft het zeggen en hij huilt van me. Hij is zijn broertje verloren. Hij wil zijn broertje weer hebben. Ik was aan het werk. En ik hoorde op de deur van die post waar ik ben een geslag, bam, bam, bam. En ik doe het open en die commandant van me zei me, pak in snel. Ga snel naar huis. Ik zei, wat is er aan de hand? Hij zei, ik kan je niet zeggen, maar ga snel naar huis. Oké, ik ging naar huis. Hij zei, ik kan die post zo laten. Ik ging naar huis. Ik zag, hier, ze hebben hier dichtgemaakt, die hoofdweg. Ik kon niet naar binnen gaan. Ik heb mijn auto gewoon voorin geparkeerd. Ik liep naar binnen. Ik keek. Bijna ben ik voorbij gegaan. Ik wist niet waar ik bleef. Ik dacht, hé, zaal is mijn huis. Kan niet. Ik vroeg direct, waar is mijn gezin? Oké, die buurvrouw zei, als schuins aan de overkant zei, ze zijn bij mij. Oké. Ze hebben me nog niks gezegd. Ik kwam binnen, ik keek, ik zei, hey, iedereen goed? Die vrouw zei me, hij kan
mijn zoontje niet vinden. Ik zeg, het kan niet. Hoe kan je mijn zoontje niet vinden? Hij zei, ik kan mijn zoontje niet vinden. De politie is geweest, de brandweer is geweest. Wat hebben ze allemaal verklaard? Weet u dat? Eerste instantie konden ze hem niet vinden, de brandweer. Ze konden hem niet vinden. Ze zijn weer bij me gekomen, bij die mevrouw, Dionne Proeger. Zij heeft me opgevangen met mijn kinderen. Toch? Ze zijn weer bij me gekomen, mevrouw. Heeft u uw zoontje niet weggehaald? Maar we zien hem niet. Met dat, meneer, ik weet wat ik zeg. Ik heb met mijn zoontje geslapen. Waarschijnlijk is hij in een hoek gaan liggen, maar jullie moeten gaan jullie weer kijken. Toen kwamen ze weer, ze hebben hem gevonden. Hij was op mijn matras, maar hij is in een hoek gaan schuilen. Ik dacht misschien door het roek is hij gaan stikken. En dan ben ik man tak niks meer, want hij zou misschien werkelijk zeggen, mama, of zijn broer roept hem, Mayo. Want zo roept hij zijn broer altijd, toch? Maar ja, ik kan niet veel zeggen hoor. Het is nog steeds pijn, het is een grote verlies voor me. Want Gadobe is wel echt een goede gimme. Ik had 6 kinderen, maar hij was speciaal voor mij. Hij was echt een zorgkindje, want toen hij werd geboren met zijn armpje. Zijn armpje was zo, hè, in een houding. Hij had zijn spieren van zijn arm waren slap. Was hij onder behandeling van de fysiotherapie en zo. Hij heeft 2 tot 3 weken gelegen in het ziekenhuis. Iedereen zegt het. Zelf meneer Baron. Ik heb gisteren ook gekeken naar de televisie. Hij tak naar de man in een camerabeeld. Toch de man broma ofzo. Dus die mensen wisten wat er aan de hand was. Die mensen van het project, ze wisten het. Diegene die wisten. Toch? Waarom zegt u dat? Is er ruzie geweest tussen u en de buren? Helemaal niet. U mag zelf vragen. Ik heb geen enkel vijanden hier, mevrouw. Geen enkel vijanden. Ik ben iemand die gaat naar de kerk met de gado-passie. Mijn man, hij werkt. Ik werk voorlopig niet. Hij doet alles. Hij betaalt de huur, alles. Water, stroom, alles deed hij. Was dit een huurwoning? Jawel. Is dat verzekerd tegen brand? Nee. De eigenaar, is hij op de hoogte hiervan? Nou, het zou wel, maar ik heb hem nog steeds niet gezien. Dat is de heer Groeneveld. Mijn naam is Maf Ching en Teuna gaat op Ching, gaat altijd de openbaring geven. En ik heb de openbaring gekregen. Mijn naam is een bono. Bono aan of me. Gaat naar mijn bono man. En hij weet het. Ja, Lucy, mijn maas erbij, want Ching wagi. En dan her je erbij. Want Ching wagi kan gaan roken. We pina. Wij zelf zoeken voor een woning, want hij was gaan registreren bij Volkshuisvest. Maar we hebben nog niks gehoord. God ziet alles. Hij ziet alles. Maar die persoon die het heeft gedaan, u gaat zelf zien. Hij gaat zijn straf krijgen van de Heer. Die vaders, als je een zoon hebt verloren, die vaders weten het. Hij was mijn echt favoriet. Hij weet welke tijd ik elke ochtend kom. En hij wacht op me om. Zijn vader maakt altijd thee voor hem. En als zijn vader geen thee voor hem ging maken, staat hij zijn voet op pad, thee. Ik ben vanmorgen naar de dokter gegaan en wanneer ik naar de dokter ga, ging ik altijd met hem. Weet je, dus ik heb het gevoel zo gemist van hem vanmorgen dat ik op de poli moest huilen. Maar wat ik wilde zeggen, uit deze beelden, mevrouw Ingrid Boutersen, First Lady, en de heer Delano Boutersen, president, dat hij ons toch kan helpen. Al moet het niet voor gratis, want mijn man werkt. We zullen het betalen, elk man. Ik ben dakloos. Ik ben voorlopig bij mijn zwageres. Maar je wil je gezin ook opbouwen. Ik wil mijn eigen woning hebben. Wie is nou aan de toekamera, meneer Spang? We paying. Laat ze ons echt helpen. Want dit kan niet. Ik kan niet met mijn kinderen op straat blijven. Ik ga zo niet kunnen leven. Toch? Hoeveel kinderen hebt u, mevrouw? Ik heb momenteel 5. Hoe oud zijn uw kinderen? Eentje van 10. Eentje wordt 8 straks. 24 juni van de maand. En dan heb ik eentje van 6. Eentje van 4. En die baby van 4 maanden. Maar ik ga u eerlijk zeggen, elke dag wanneer ik slaap, ik kan soms niet slapen. Het leed dat ik mijn zoontje zie. Want hij was zo gehecht ook aan me. Maar zijn vader eerder, maar hij was echt gehecht aan me.
Dat ik een drink heb op eten. Ik zei, nee, het is voor je zusje. Het is niet meer voor jou, papa. Je eet al rijst. Echt, ik voel het hoor. Ik voel het echt diep in mijn hart. God weet wat ik zeg. En hij verstaat alles. En ik weet dat de mens wel... Ik wil iedereen ook bedanken, laat ik het zeggen. Iedereen die de steun. Alle dingen eten, voedselpakketten, kleren, schoeisel. Weet je, ik bedank iedereen wat ze voor mij hebben gedaan. En u bent nu op zoek naar een woning, want u kunt niet maanden of jaren blijven bij uw familie? Nee. Ik ben mijn zwageres ook dankbaar. Eurodisp Trustful. Dat ze ons daar zo heeft genoemd bij de reus. Toch? Iedereen, bedankt voor alles. Marie Woning, Ingrid Boutersen, u bent ook moeder. U bent ook moeder van kinderen. Laat God op uw hart kloppen om me toch te helpen met de woning. We zullen het betalen. U bent mevrouw? Diana Proeger. Wie bent u van de familie? Vriendin. Wat heeft u te vertellen over dit triest gebeuren? Ja, het is echt een triest verhaal. Het heengaan van haar zoon. Maar wat we willen is om de samenleving te vragen om deze familie te ondersteunen waar ze kunnen. Vooral die kinderen, dat ze terug naar school kunnen gaan. En een woonhuis. Want dat hebben ze echt hard nodig. Was u erbij toen dit gebeurde? Toen ik aankwam was alles al afgebrand. Alles was al afgebrand. Het is heel snel gebeurd. Heel snel gebeurd. En ik kan het niet te verwoorden. Het is echt pijnlijk. Weet je, ze moesten haar kinderen over het raam gooien naar buiten. Zij zelf moesten vanuit het raam naar buiten komen. Weet je? En zo hebben we haar thuis bij mij gebracht. We konden haar niet kalmeren, is te begrijpen. Haar man ook niet. Ik kan me niet voorstellen dat niemand haar had kunnen helpen, want hier is wel een bewoond gebied. En de straat hier is vaak druk, vooral die hoek hier. Dus echt, ik kan me niet voorstellen dat niemand haar heeft kunnen helpen. Maar ja, het was vrij laat. Het was 2:00 in de ochtend, hè? Ja, 2:00 in de ochtend. Weet u misschien hoe het gebeurd is, waar het begonnen is? Ze heeft gezegd, men heeft de kleren in brand gestoken. Ik weet wel dat een week geleden, een maandag ook, kwam ik bij haar, zei ze me van, heb je buiten gezien? Ze hebben mijn kleren in brand gestoken. Dus een week daarna hebben ze het terug gedaan. Maar zijn ze al erachter gekomen wie dat gedaan heeft en hoe het gebeurd is? Nee, ze zijn niet erachter gekomen wie het gedaan heeft. Ze heeft wel een vermoeden. Maar een vermoeden wil nog niet zeggen dat die persoon is. De politie is bezig met het onderzoek. Itamar is nog niet begraven. De uitvaart is op dinsdag aanstaande. En dan zal dit gezin afscheid moeten nemen van hun geliefde. Weer een zwaar moment. Wij vragen namens de familie hulp voor het gezin. En we zien uw bijdrage gaarne tegemoet.